Paper girl. Number girl, number girl now. Now I got my heart here in my hands. Now I got my heart here in my hands now. Now I've been searching for my wings. Now I've been searching for my wings sometimes. Ik ga eventjes een confession doen. Tijdens de repetitie heb ik tranen met tuiten gehuild met dit nummer. En ik heb het bijna terug moeilijk. Dus ik ga snel aan de jury vragen wat zij ervan vinden, hè, Jan? Jongens, wat ongelooflijk goed. Ongelooflijk goed. En die jump, Mason, wat een spektakel zo hier voor mijn neus. Ik denk, het zal toch niet waar zijn. Maar echt, waanzinnig. En... ja, Mason, jij danst met zoveel passie. Jij danst zo gepassioneerd en het is zo echt wat jij doet. Zoveel drama in dansstoppen kan soms over de top gaan. En het is nooit over de top bij jou. En je schakelt zo mooi van het moment waar je het geluk weer vindt... naar juist weer iets waar je heel erg verdriet voelt. Het is echt zo goed. En Nina, Nina, jij hebt echt een beetje mijn hart gestolen. Echt. En nu weer, jij staat met zoveel gemak te dansen. Dat is zo knap. Jij staat op spietsen en jij beheerst die techniek zo goed... dat ik vergeet gewoon halverwege het optreden dat jij op spietsen staat. En dat is waar op spietsen dansen over gaat. Hè? Dat je het haast niet meer ziet. Dat je die perfectie van die techniek voor die voeten... Het is, ik ben helemaal stuk van. Maar je bent zo'n sterke, goede danseres. Echt, jongens, echt een heel erg mooi kippenvel optreden. Jongens, dit was voor mij onvergetelijk. Het was zo mooi. Nina, de Russen hebben Peter de Grote. En de Belgen vanaf vandaag hebben Nina de Grote. En er zijn geen limits voor jou. Maar jongen, Mason, jij hebt echt een unieke gave... Je kan op een pure, mooie en kwetsbare manier vertellen... dingen die sommige mensen niet eens durven te voelen, te ervaren en te zeggen. En dit is waar ik altijd over heb. Magic. Marco. Ja, magisch was het zeker. En ik denk eigenlijk, als je naar dit duet kijkt, dat er heel veel mensen balen thuis en hier
omdat het vanaf nu weer een tijdje lang gaat duren voordat we weer zo'n mooie duetten gaan zien. En Isabel, jij hebt keer op keer weer prachtige duetten afgeleverd. En ja, dat komt zeker ook door je dansers, dat klopt wel. Maar oh, wat was dit mooi. En het is mooi omdat het zo natuurlijk en zo makkelijk gaat, terwijl het zo ongelooflijk moeilijk is wat jullie allebei doen. Meesam, jouw inleving is zo puur. Ik hou ervan, echt waar. Dat is fantastisch. En Nina, tegen jou wil ik eigenlijk maar één ding zeggen. Of jij hebt één ding gezegd tegen de balletwereld. Zij zijn degene die klein en bekrompen zijn. Want kijk wat een talent. Dan. Hey, Meesam, you keep getting better. Hey, you've grown so much in the course of the show, and that's what it's about. But I have to be honest. If you're going to let Nina come out on pointe shoes, she's going to steal the show every single time. So it's not that you weren't good. You did a great job, but she just owns the stage. She's superior when she comes out and does this. And all four dancers have had a chance to dance once. And at this point, I think Nina is definitely in the lead. No doubt about it.